Ik ben Martje, ik ben 33 jaar. Mij zag je in de vierde aflevering van The Undateables. En dit vind ik van daten en de liefde. Ik moet een klein beetje vrijgelaten worden. Ik ben een ontzettende vrije ziel. En als ik in een gouden kooitje word gezet, dan wil ik eigenlijk alleen maar vluchten, zeg maar. Ik kan best wel mijn eigen dingetjes willen volgen, zeg maar. En als dingen heel erg anders lopen dan ik had verwacht of dan ik had gedacht, dan kan ik wel eens een beetje uit de bocht komen. Ja, ik zoek een man die mij aanvult en af en toe eens afremt. Ik vind het leuk om een man te versieren, maar ik vind het wel leuk als de man dan de eerste stap zet. Ja, hoe versier je dan? Jeetje. Voorheen vond ik het ook wel eens leuk om gewoon om een hoekje te gaan kijken, weet je wel. Kijken of hij kijkt. En als hij kijkt, gauw wegkijken, weet je. Dat soort. En gewoon, ja, een beetje verleidelijk vrouw spelen. Ja, dat kan ik op zich ook wel, ja. Een echte afknapper is als iemand opeens verschrikkelijk veel borsthaar heeft, bijvoorbeeld. Of een heel behaarde rug of zo. Dat vind ik afschuwelijk. Ik hou niet van behaarde mannen. Dat vind ik echt helemaal niks. En wat voor mij ook een hele grote afknapper is, en dat komt een beetje uit het verleden vandaan, is dat als een man verschrikkelijk veel drinkt. Een biertje of zo af en toe is leuk, maar alle feestjes afgaan en jezelf helemaal klemzuipen vind ik echt een grote no-no. Liefde is voor mij gewoon iets wat... Ja, daar ga je van glimlachen, daar word je weer een beetje een klein meisje van, een giechelend klein meisje. En dan, ja, het is wel hartstikke leuk. Ik denk dat verliefdheid uiteindelijk alleen niet het belangrijkste is. Ik denk dat uiteindelijk het echte houden van en elkaar, wat ik zeg, echt in elkaar passen. En in elkaars levens passen. Dat veel belangrijker is. Weet dat je leeft. Weet dat je leeft. Voel dat je leeft. En maak daar ook gebruik van. Dus vanaf jongs af aan zei ik altijd al, je moet alles een keer gedaan hebben. Ondertussen heb ik dat iets wat genuanceerd. Je hoeft niet alles gedaan te hebben, maar alles wat je kunt aanpakken en alles wat je leuk lijkt om te doen, doe het een keer.